Het duurt nog een week, maar dan is het carnaval helemaal los in Nederland. En vanavond kom ik vanuit Schaik. En Michael, welke carnavalsvereniging zien jullie? Gekke Kwek. Wij gaan een paard bouwen dit jaar. Ja, wij hebben gebouwd. En dan gaan we mee in de optocht hopelijk winnen. Je denkt dat je gaat winnen? Nee, maar dat gaan we hopelijk wel doen. En wat stelt dat paard voor? Wat voor paard is het? Paard van Troje, waar wij dus een bouwschuur mee gaan invallen omdat de bouwschuur tekort is. En hoeveel mensen werken mee aan het bouwen van deze wagen? 23 op het moment. Hopelijk ooit nog meer. En zitten jullie wat op schema? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus, het gaat ook niet afkomen. Dus, ja, maar je gaat gewoon zo mee doen op die tocht. Ja, als ik maar groot lompe lelijk is, hè. En ik ga even naar de prins. Ja, en jij bent prins? Prins Roy, de nieuwste van het Moesland. En zo heet Schaik met carnaval. Schaik is met carnaval het Moesland. En hoe ziet het programma van het carnaval eruit? We hebben 5 dagen feest, maar een hoogtepunt hier in Schaik. En dat is voor de hele regio is de optocht op Moesmaandag. Die is daar bekend en we hebben de mooiste optocht van Nederland. En hoe laat begint die? We beginnen om 1:30 te trekken en die duurt tot ongeveer 5 uur. Nou, heel veel succes alvast. Over het weer met carnaval ga ik het nog niet hebben. Het zou wel eens een koude carnaval kunnen worden. Maar dan hebben ze het binnen in ieder geval warm. En ik ga het nu hebben over vannacht. Allereerst de temperaturen. Die liggen zo tussen de 0 en min 4 graden. De laagste temperaturen landinwaarts. Daar blijft het ook het langst het helder. En als we dan kijken naar de bewolking. Die komt vanuit het westen binnen. Weinig wind. En hebben jullie wat zin in het carnaval? Ja. Ik eigenlijk ook wel. En dat is dan volgend weekend. Ik ga het hebben over het weer voor morgen. Ik begin met een waarschuwing voor de kans op gladheid. Verder hebben we bewolking en hebben we ook nog sneeuw. En die sneeuw die gaat vooraf aan de regen en die zal het langst vallen in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land. Verder een temperatuur tussen de 2 en de 5 graden, de hoogste temperaturen in het westen. Ja, de wind die zal matig zijn, soms vrij krachtig, draait van zuidwest naar noordwest en vooral later op de dag toenemend in de kustgebieden. In de nacht geen vorst meer, wel af en toe regen. En nu maandag. Het wordt een dag met veel bewolking, af en toe regen of lichte regen. In de avond een paar droge perioden. Maar daar blijft het ook bij. En de temperaturen liggen wat hoger, zo rond 6 of 7 graden. Ja, de wind die zal zwak of matig zijn. En die komt geleidelijk aan wat meer uit het zuidwesten tot westen. We gaan nu vooruitkijken. Ja, daar heeft hij ook gelijk aan. Dinsdag, een dag met nog altijd af en toe regen of lichte regen. Een donkere dag ook, de zon komt er niet aan te pas. In de nacht 0 of min 1 en dat betekent alweer de kans op gladheid. En die gladheidskans die blijft ook op woensdag en donderdag met overdag temperaturen rond 5 graden. Op woensdag nog een beetje regen. In de nachten, ja, toch wel die min 1 of min 2. En verder op donderdag kans op een winterse bui. En wat denk jij wat het wordt met carnaval? Een groot feest en met de mooiste optocht van het hele land, hè? Nou, in ieder geval, de maandag is dat hier zover, hè? Prins, als ik zeg houdoe, wat zeg jij dan? Ook mooi. Ja, oké, helemaal goed. Wat ons betreft hier vanuit Schaik, houdoe! En tot morgen! Tot morgen! Piet's weerbericht werd mede mogelijk gemaakt door de enige echte Chocomel Hot.